Een deel van het probleem is dat men denkt dat men daar allemaal mee kan wegkomen omdat de rente laag staat. Nu, dit kan wel veranderen. De schuld is ondertussen opgelopen tot bijna 9 miljard euro. Wanneer de externe omgeving verandert, dan kunnen kredietverschaffers wel eens twee keer gaan nadenken. Wil men nog aan Brusselse instellingen geld lenen? En als men dat niet wil, ja, wat gaat men dan doen? Gaat men dan heel veel belastingen extra innen? Of gaat men dan heel hard moeten snoeien of het lam leggen van delen van de overheid? Dan zit men echt met de rug tegen de muur.